Jazeker. Het ABC van Mike Boldy. Met vandaag de D van draaiorgel. Yes! Ja, ik heb iets met draaiorgels. We kregen heel veel e-mails of ik nou eens iets met de draaiorgel wilde doen. En dat doe ik graag, want ik ben een sentimentele plurk en ik ben dol op draaiorgels. Nou denkt men vaak dat dat een Nederlands fenomeen is, maar dat is niet zo, want ze komen uit Frankrijk oorspronkelijk. In 1720 worden in Frankrijk de zogeheten serinettes of kanarieorgeltjes geïntroduceerd. En die zijn dus bedoeld om vogeltjes te leren zingen. Zo'n melodietje wordt eindeloos herhaald en een vogeltje die gaat dat nadoen. Maar al snel gaan dus zangers op straat zichzelf laten begeleiden door een orgeltje. En toen heeft een heer Leon Warnies, een voorouder van de meneer die u daar ziet bij het draaiorgel, heeft het orgel naar Nederland gehaald. En daar werd het zeer populair. En met name de variant op drie wielen die door de steden werd gesleurd, die is zeer populair geworden. In 1930 kwam de grammofoon. En toen werd dat natuurlijk de manier om nieuwe muziek te leren kennen. Dus toen is de populariteit van het orgel iets achteruit gegaan. Toen kwam er een soort herwaardering in de 50er jaren. Maar tegenwoordig zie je de orgels helaas nog maar weinig. Wat heel jammer is, want het brengt zoveel sfeer. Ik vind het heel fijn. Naamgeving van orgels is ook leuk. Soms worden ze naar vorm en uiterlijk genoemd. De grote buik of de kolommenkast. Of soms naar de figuurtjes die erop staan. De Turk, de vijf beelden, de Arabier, de Spaanse dame of zoals hier de Pinocchio. En ook de orgeldraaiers, dat vind ik zo leuk, die hadden vaak een bijnaam. In het begin van de 20e eeuw kende men in Amsterdam de orgeldraaiers Lange Jan, Sleetbeen, Magere Bettes, Lange Hein, de Boomaap. Ik ben heel benieuwd wie dat geweest is. Mossenessi, vind ik ook een geweldige naam. Mossenessi en zijn vrouw Tante Heintje. Ja, ik kan me daar aan verlustigen aan die namen. De mannen die het geld ophalen, hè, met het dingetje, dat zijn de mansers. Daar heb je dus een speciale term voor. Dat is een manser. En daarnaast heb je natuurlijk nog de draaier. In dit geval is dat Leon van Leeuwen, die bij het orgel staat. Ja, zoals gezegd ben ik dus nogal sentimenteel aangelegd. En orgels ontroeren mij altijd, omdat ze doen me denken aan mijn jeugd. Dus ik ga nu het orgel bezingen. Wordt begeleid door een orgel van de familie Perlet, die nog altijd in Amsterdam een hele grote verzameling schitterende orgels heeft. Leon, take it away. Ik was een kleine jongen, veel meer dan 5 jaren oud. Dan ging ik met mijn moeder, al was het soms vreselijk koud, naar de Schiebroekse markt toe. En altijd bleef ik staan bij het orgel dat daar steeds speelde. En ik was er niet weg te slaan. En met de geur van de stroopwafelkraam vormde het orgel een mooi amalgaam. Groot mijn vervoering en mijn ontroering. Moeder riep telkens weer vruchteloos mijn naam. Ik had met het orgel stevig verbond. Wilde ook graag met de centenbak rond. Ik wou niet wijken, moest blijven kijken met een open mond. Nu ben ik 51 en ben ik beroepsmuzikant. Ik speel nu voor mijn centen in uithoeken van Nederland. Maar als ik in een stad ben waar ik een orgel hoor, dan moet
moet ik er toch even bij zijn. En dan ben ik een en al oor. En ik word weer door die weemoed geraakt, die heel mijn hart weer van suiker goed maakt. Ik ga al wenen, heb weken benen, en ik voel mij met mijn kleren aan spiernaakt. Noem mij verschrikkelijk sentimenteel. Ik heb mijn draaiorgels nou eenmaal veel. Weet niet waarom, en het klinkt misschien stom, maar het grijpt me naar de keel. Ja, het grijpt me naar de keel.